gemeenteraad. Allereerst danken wij u voor het feit dat we in de gelegenheid zijn om u op deze, zij het, digitale wijze toe te spreken. Wij, dat zijn twee bezorgde Bakkumse burgers, te weten Bob van Leeuwen, hier links van mij, en ikzelf, Jelle-Jan Klinker. Het gaat om het volgende. U bent bezig met de ontwikkeling van een lange termijn plan voor de infrastructuur van de gemeente Castricum. En een belangrijk onderdeel daarvan is het aanpakken van de problemen rond de spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg. Er liggen vier plannen ter tafel. Ik noem er twee. Eén is het plan voor een westroute. En het andere plan is het gebruik maken van de bestaande infrastructuur A9, A22 en N203. Wij zijn bezorgde burgers omdat wij dit plan voor de westroute een slecht plan vinden. Daarentegen vinden wij het plan voor het gebruik van de bestaande infrastructuur een goed plan. Om te weten of andere Castricummers en Bakkumers ook bezorgd zijn, hebben wij een petitie opgesteld. Die online gezet en hebben gemerkt dat die binnen de kortst mogelijke tijd 1000 keer werd ondertekend. Dat betekent dat er een belangrijke maatschappelijke weerstand tegen het plan van de westroute bestaat. En een belangrijke maatschappelijke steun voor het plan van het gebruik maken van de bestaande infrastructuur. 1000 handtekeningen, dat moet u goed onthouden. Dan geef ik nu graag het woord aan Bob van Leeuwen, die op poëtische wijze de hele problematiek heeft samengevat. Ik heb genoegen u een gedicht voor te dragen met de titel Wegwijzen. Met raad en daad beslist. Niet overhaast, wel overwogen. Onverdroten onvermogen westroute kost niet alleen een godsvermogen. Veiligheid voor fietsertjes naar school en sport schiet duidelijk tekort. Westroute is sowieso niet nodig. Kortom, overbodig. Al wie het hoort, zeggen het voort. Leven onze variant over de Noord. Ik lees nu de petitie Westroute Nee. Wij, inwoners van Castricum en Bakkum, constateren dat een westroute tussen Castricum en Bakkum veel te veel schadelijke gevolgen oplevert. Namelijk extra doorgaand verkeer, luchtvervuiling met name fijnstof, geluidsoverlast, een grove barrière vormt tussen de dorpskernen, oversteekgevaar oplevert voor schoolkinderen of veel te steile tunnels voor minder valide patiënten van de huisartsen en voor fietskarren. En het verziekt de groene longen tussen onze dorpen. En het brengt hoge kosten met zich mee. De route is overbodig. Er is een prima alternatief, namelijk de route A22, A9 en N203. En verzoeken het plan voor een westroute niet langer mee te nemen in de ontwikkeling van een integraal verkeersplan voor de gemeente Castricum. Dank u. Ja, onze petitie Westroute Nee is uniek. Omdat het niet alleen een duidelijk overtuigend nee inhoudt, maar bovendien een veelbelovend ja laat zien. Deze alternatieve route werd voortgebracht door ons comité Westroute Nee. En is nu een essentieel onderdeel van het leefbaar verkeersplan van de Fietsersbond. Dankjewel nu. Yes. Kijk eens even, en wat betekent dit? Betekent dat wij bevinden ons op het Raadhuisplein en van daaruit gaan we kijken hoe wij dus in de Eimond terechtkomen. Dus we hebben Amsterdam Schiphol genomen en enerzijds gekeken wat de gevolgen zijn als we via Heemskerk rijden, anderzijds via Uitgeest. En ja, nummers van de wegen staan daar dus onder. De gevolgen daarvan zijn dat er sprake is van een kortste route. Dit is dus de kortste route. Maar het meest opmerkelijke is dat juist die kortste route, dat je daar dus het langst over doet. Precies.
Oké, dat is het verhaal dus eigenlijk. Dankjewel. Ja. Nou, dank jullie wel. Het is een hele creatieve oplossing om aandacht te vragen voor jullie oplossing voor dit infrastructurele vraagstuk. Dank jullie wel. En nou ja, dit komt bij de raadsleden terecht. En zij gaan er verder mee aan de slag. En dat zal natuurlijk ook gelden voor het college.